Welkom bij deze installatievideo voor Enscape voor Windows. Ik maak voor deze installatievideo gebruik van SketchUp als basisplatform waar je Enscape op bovenop kunt installeren. Ik ga in deze versie uit van Enscape 4.1 of hoger, want er is vanaf die versie een nieuwe manier van inloggen en een nieuwe manier van het gebruiken van licenties. Allereerst ga ik naar de downloadpagina voor Enscape waar de meest actuele versie op te vinden is. Ik ga naar www.enscape3d.com/download. Als ik daar ben, krijg ik ongeveer deze pagina te zien. Je ziet hier staan Login to Download. Enscape is software van Chaos. Om Enscape te kunnen openen, te downloaden en te activeren heb ik een Chaos account nodig. Die kan je aanmaken als je op de voorgaande knop hebt geduwd. En die gegevens heb je ook nodig als je Enscape gaat bestellen of als je Enscape hebt besteld. Daar staat altijd een mailadres bij vermeld. Die heb je nodig om de software aan te kunnen zetten. Nou, ik zie hier op deze pagina dat ik een Windows download heb. Wil je bijvoorbeeld een Mac download, dan klik je hier download for other OS. OS is operating system. Dan kan je hier de Mac pakken en daar is de Windows versie. Ik kan hier nog wat verder naar beneden. Daar zie ik wat de laatste versies hebben opgebracht, welke software er gesupport wordt om Enscape te laten draaien. Nou, ik klik hier op de Windows download. Dus ik klik op de download knop. Dan staat er nog een artikel in mijn geval waar je kunt zien hoe het downloaden en installeren werkt. Ook Engelse video's zitten daarbij vergelijkbaar met deze. Die zou je nog kunnen kijken door op dit artikel te kunnen klikken. Ik klik op Proceed, oftewel ga door. En dan wordt de nieuwe Enscape versie gedownload. Als ik klaar ben met downloaden, kan ik verder met de installatie. Enscape is inmiddels gedownload op dit apparaat. Om Enscape te openen, of eigenlijk om de Enscape installatie te openen, heb ik dit bestand nodig en daar zie ik een schildje bij staan. Wat is hier nodig om hem goed te installeren? Ik klik rechts op het bestand en dan staat hier als administrator uitvoeren. Dan komt er een scherm in beeld waar je een gebruiksnaam en een wachtwoord van je apparaat in moet voeren. Mocht je die niet hebben, kan je gewoon zeggen doorgaan. Ik voer hem uit als administrator. Het kan zijn dat je die gegevens zelf hebt, maar het kan ook zijn dat de afdeling ICT die gegevens heeft. Die moeten er zijn. Je moet toegang krijgen tot je volledige computer om de installatie geslaagd te laten verlopen. Dus ik klik op uitvoeren als administrator of use as administrator. Daarna komt er als het goed is een geluidssignaal en een melding waarop ik ja kan klikken. Met deze melding akkoord ben gegaan, tref ik hier het Welcome to the Enscape Setup Wizard. Ik moet hier akkoord gaan met beide agreements en daarna klik ik op Next. Hier kan ik kiezen voor de taal. Hij staat standaard in het Nederlands, want mijn apparaat staat in het Nederlands. Ik kan hier eventueel kiezen voor geavanceerd om de programmamap te selecteren. En ik kan ook zeggen dat ik hem remote wil hebben. Dit is zeker handig voor als je te maken hebt met floating licenties voor grotere bedrijven waar meerdere apparaten staan te draaien. Ik ga even terug, want ik ga via de normale installatieroute verder. Ik klik op install. Hij zegt, hey, dat is niet leuk, SketchUp is nog open. Dus die moet ik even afslaan. Afsluiten. Daarna klik ik op next. Dan gaat hij heel netjes eventuele voorgaande versies weghalen. En zodra hij dit heeft gedaan, gaat hij Enscape installeren. En na de installatie kan ik SketchUp gaan opstarten. We gaan even wachten totdat dit proces voorbij is. Enscape is klaar. Mijn Enscape account is klaar. Het kan zijn dat je hier nog een knop krijgt die zegt sign in of log in. Hier zie ik ook een sign in knop. Dan wil die opnieuw even inloggen op het account waar jouw licentie te vinden is. Zodat die straks geen problemen krijgt met het openen, het vinden van je licentie en daarmee het openen van Enscape. Je kunt hier ook nog kiezen dat Enscape informatie verstuurt, geanonimiseerde informatie. Je kunt hier ook nog kiezen dat Enscape geanonimiseerde of persoonlijke informatie toestuurt om te kijken hoe jij Enscape gebruikt en hoe ze het kunnen verbeteren. Deze laat ik aanstaan en daarna klik ik op Done. Dan betekent ik ben klaar voor nu.
Nu ga ik het hostprogramma openen. Het hostprogramma is het tekenprogramma waarmee je werkt, waarin Inkscape kan functioneren. In mijn geval is dat SketchUp. Dus ik ga hier SketchUp openen. Het tekenprogramma, in mijn geval SketchUp, is op dit moment geopend. Ik tref ook al de Inkscape werkbalk aan. Het kan zijn dat jij die nog niet ziet. Hoe kom je daar dan terecht? Je gaat naar View, Toolbars en je zoekt hier Inkscape op. En dan popt er een extra scherm op, een extra werkbalk waar alle Inkscape gebruikerstoepassingen staan. Hier tref ik het Inkscape logo om het programma te openen. En degene die niet geheel onbelangrijk is, is deze. Deze knop zorgt ervoor dat als Inkscape iets niet doet, dat je een supportaanvraag kan doen. Je klikt op deze knop. Daarna voer je je naam in, je mailadres, het onderwerp en je schrijft hierop wat er aan de hand is waardoor SketchUp en Inkscape niet werken. Vervolgens voeg je hier de logboeken toe en je voegt ook de Windows Event Logs toe. Dit is belangrijk zodat ze bij Inkscape goed kunnen zien waar het programma weigert om verder te gaan, zodat ze je ook gedegen advies terug kunnen geven. Pas als je dit advies terug hebt en je komt daar niet uit, kan je eventueel bij ons terecht voor extra vragen. Ik klik hier op het Inkscape icoon. Dan zal, als ik op de Inkscape icoon heb geklikt, zal Inkscape zich gaan openen. Hij gaat kijken of alle drivers in orde zijn. Hij zal gaan kijken of alle informatie die hij nodig heeft om te kunnen openen, opengaan. En dat is in mijn geval het geval. Ik zie daar het SketchUp poppetje staan. Ik zie een lucht en ik zie hier al een waterkleur, hoe noem je dat, een waterverf effect. Dit zijn nieuwe effecten die in Inkscape 4.1 zitten. En er zullen nog wel meer nieuwe versies komen waar nog uitgebreidere visuele stijlen in zitten. Inkscape werkt, we kunnen lekker aan de slag. Mocht je nou meer willen weten over Inkscape zelf, naast de aanschaf wellicht heb je ook training nodig, dat kan bij ons. Ga naar sketchexpert.com, zoek naar Inkscape en bekijk onze trainingen. Je kunt bij ons klassikaal terecht voor een uitgebreide Inkscape training waarin we je vertellen van de hoed en de rand. Dit in combinatie met SketchUp cursussen die ook heel uitgebreid zijn en je rustig uitleggen hoe de software werkt en denkt zodat je mooie tekeningen kan maken. Zeer veel dank voor het kijken naar deze video. Heb je vragen op basis hiervan? Schroom dan niet om even contact met ons te zoeken. Prettige dag gewenst en een hele mooie Inkscape rendertijd.